En van harte goedemiddag, we zijn er weer. We gaan dus dan live met een andere nieuwe politiek. We zitten hier bij activist Maisha Neus. We gaan met haar praten over enkele vraagstukken in onze samenleving. Om te beginnen bij de aanhouding van activist Paquito, hoe ze tegenaan kijkt. We gaan verder praten over de beperking die nu wordt opgelegd wanneer het gaat om protesten vanwege de veiligheid, zegt meneer Chilip Singh. En we willen natuurlijk gaan praten over andere brandende zaken zoals MIA. MIA is een autoriteit op dit moment die bezig is mensen op te sporen. Mensen die mee hebben gedaan aan plunderingen en allerlei zaken. Daarover praten wij met Maisha, hoe zij kijkt tegen deze dingen aan. Maisha, welkom in onze uitzending. Mooi. Goedemiddag, channel, luisteraars, kijkers. Goedemiddag. Mooi. Laten we beginnen bij het protest van vrijdag. Je was erbij. Wat heb je overgehouden van alles? Ja, ik was erbij vanaf het begin tot zeker 6 uur 's middags. 5 uur, 6 uur 's middags ben ik uit de stad vertrokken. Wat ik erover heb gehouden is dat verschillende dingen. Naar mijn perceptie was het vreedzaam tot op het onterecht optreden van de politie, waarbij de mensen dus werden geprovoceerd. Mm-hmm. Wat me is opgevallen is dat er bijzonder weinig politieagenten in de stad waren. Normaliter, als we acties hebben georganiseerd, was er echt heel veel politie op verschillende hoeken. Ze vragen je de route, ze lopen met je mee. Als er opstandjes zijn, drukken ze dat gelijk in de kop. Dus het was voor de massa die verwacht was, want er is nogmaals een week of twee van tevoren opgeroepen, om voorbereidingen te treffen enzovoort. Ik ben zelf toen ook nog door de politie gebeld. Ik heb ze zelf ook gezegd van, het is niet mijn actie, dus u zou met Paquito moeten spreken. Toen hebben ze aangegeven, ja, we hebben Paquito ook al gebeld. Maar het zou goed zijn als u ook erbij kwam. Maar ik ben niet geweest, want nogmaals, ik was niet in de leiding van die actie. Dus ik heb gewoon, ik heb het wel met Paquito besproken, maar het was zijn verantwoordelijkheid. Hij wilde dat nemen. Dus zodoende. Dus het was opvallend, het optreden van de politie. Het was opvallend dat eigenlijk zonder toestemming van het parlement leger is ingezet tegenover burgers. Iets wat onkan is natuurlijk. Natuurlijk ook we weten niet of er mensen zijn aangestuurd. Mm-hmm. En van welke hoek dat komt. Omdat mijn ervaring, gewoon persoonlijke ervaring, toen met de protestacties van Organic Movement, de dag dat we bij kabinet VP waren, waren wij daar best wel vroeg. Er is toen een groep mannen naar buiten gekomen en die hadden geld gekregen. Die waren binnen, die hebben geld gekregen om eigenlijk onrust te veroorzaken. Wij hebben die tip gekregen. We hebben toen gelijk iedereen zich opgeroepen van, hey, hou je gescheiden van die groep. Mm. Maak filmpjes, maak foto's wanneer ze naar buiten komen, zodat we weten dat als er iets gebeurt, het niet één van ons is, de vreedzame betogers, maar iemand die aangestuurd is om drama te veroorzaken. Vanuit? Met vermoedelijk meneer Brunswijk, vermoedelijk iemand in het kabinet van de vicepresident, maar in ieder geval daar kwamen ze van naar buiten. Iedereen heeft dat toen ook gezien. Weet je, dus wie ze heeft aangezet, dat laten we in het midden. Ik was niet in het gebouw. Ja. Maar in ieder geval, ze kwamen van daaruit naar buiten. Maar stel bijvoorbeeld, wij waren later op locatie en die heren waren al buiten. En ze konden blenden in de groep die wij toen daar hadden. Dan hadden we dat nooit geweten. Snap je wat ik bedoel? En dan was het ook onze verantwoordelijkheid geweest als het was geëscaleerd daar ter plaatse. Ja. Dus daarom zeg ik ook dat, in ieder geval als het daarom gaat, het plunderen enzovoort, dat niet Paquito naar mijn perceptie verantwoordelijk gehouden moet worden. Want nogmaals, hij heeft altijd opgeroepen voor een vreedzaam betoog. Ook toen hij op de truck was, heeft hij aangehaald dat de mensen geen stenen moesten gooien, dat de mensen moesten bedaren, dat de mensen niet luisterden om nogmaals groepsdynamiek, emotie, verhit door de situatie, het feit dat de weg geblokkeerd werd en we niet door mochten naar het kabinet van de president en al dat soort zaken. Dat heeft eigenlijk tot die explosie geleid. En het is te betreuren natuurlijk wat er is gebeurd in de binnenstad en de ondernemers die zijn benadeeld, die op hun manier nu schade daaraan ondervinden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat wij Surinamers gaan vechten met mede-Surinamers. We moeten onze focus houden op waar het moet zijn. En dat is het parlement en de regering. Ja, wij horen ook dat er afspraken zijn gemaakt met Paquito bijvoorbeeld. Van jij bent verantwoordelijk voor alles dat gaat gebeuren. En we zien zoveel gebeuren. Dus
kunnen, of kan tenminste justitie of de politie niet afgaan van die afspraak en zeggen van, hey, Paquito, Ifaya? Nou kijk, dat zou kunnen. Maar als je dan achteraf kijkt op basis waarvan ze hem houden, dan zeg ik, het is rancune. Reden waarom? Ik heb vanmorgen met parlementariër Steven Sang gesproken. Hij heeft me ook het stukje gewezen in de wet, waarbij eigenlijk de burgerlijke uitzonderingstoestand van COVID geldig is tot 9 augustus 2022. We zijn al in 2023. Dus die wet is eigenlijk vervallen. En als je die wet gaat verlengen, zou dat in het parlement eerst behandeld moeten worden en goedgekeurd moeten worden. Dus je houdt die man nu eigenlijk vast onder zogenaamd COVID. Terwijl COVID niet meer reëel is in Suriname op dit moment. Heel wat landen zijn overgegaan tot normalisatie, wij ook. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf, dit is gewoon pesterij. Weet je, je wil zijn spirit breken, het is een modus operandi van regeringen wereldwijd. Als je terugkijkt, gewoon criminalisering van de protestacties is een van de manieren. En dat doen ze nu. Want ze zetten nu eigenlijk alle betogers onder één hoop. Plunderaars, vernielers, mensen die willen vechten, anarchie. Terwijl dat niet waar is. Surinamers zijn heel erg vredelievend van aard. Maar ik heb wel het gevoel dat we nu worden gedreven naar een punt van escalatie. Terwijl je juist als regering zou moeten deescaleren. De rust terug zou moeten brengen. De oorzaak van de woede die op dit moment leeft in de samenleving zou moeten benoemen en concreet zou moeten zeggen van, hé, luister dan, wij voelen jullie pijn, dit en dit en dit is wat wij concreet daaraan gaan doen nu om de situatie te verzachten, maar dat doen ze niet. Het enige wat ze doen, ik heb gekeken naar die persconferentie, de president praat over maatregelen die getroffen worden en de vicepresident uit, ja, in meer of mindere zin dreigementen dat moeders hun zonen zullen verliezen als we de straat opkomen. En dat is toch geen taal? Dat verwacht je toch niet van je volksleiders? Hebben we ze daarvoor daar geplaatst? Ze hebben onder de vorige regering geprotesteerd, vreedzaam. Dat mocht allemaal wel. Zonder vergunning, noem maar op. Zij aan zij gestaan daar met de mensen omdat het slecht ging. En nu gaat het nog slechter. En dan mogen we niet. That makes no sense to me. Ja, maar begrijp je dat punt dat ze aanhalen bijvoorbeeld van, vanwege de veiligheid, we willen zaken weer netjes in orde brengen. En dan pas mogen jullie weer gaan protesteren. Want als ik meneer Chilip Singh begrijp, dan zegt hij dat. Hij zegt van, op dit moment is het niet raadzaam, weet je. Dus we moeten even wachten totdat er rust is. En dan krijgen jullie natuurlijk de wenk. Maar er is geen rust. Er is geen rust. Mensen pinaren nog steeds. De prijzen zijn nog steeds torenhoog. De economie is nog steeds wankel. De koers stijgt nog steeds. Dus waarover hebben ze het? Welke rust? Waarover hebben ze het? Als wij nu overgaan tot normalisatie en de burger van Suriname niets doet en niet opkomt en gehoorzaam luistert naar de opdrachten van de regering, kan ik u nu op uw hart drukken. En het is geen vloek die ik uitspreek, maar het is gewoon, de waarheid zal uiteindelijk te zijn tijd naar buiten komen. We zijn dan verloren als natie, Gerald, kijkers. We zijn verloren. Maar dat wil zeggen dat ze weten dat ondanks dat het escaleert, ondanks dat we onze woede, onze teleurstelling, onze pijn uiten, dat we gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. We gaan gewoon weer werken en zij gaan op ons zitten. Jeet toch, de mouw brokkel aan je vakondere. En ik vind niet dat we dat kunnen accepteren. Ja, en hoe accepteren we dat niet? Door gewoon door te gaan. We weten dat onze intenties zuiver zijn. We weten dat waar we mee bezig zijn een gerechtvaardige strijd is. En we moeten gewoon doorgaan. Dus daarom heeft Curtis ook vandaag een openbare vergadering opgeroepen. Het wordt gehouden aan de Gemene Landsweg 103. Verlengde Gemene Landsweg 123. Alle luisteraars en kijkers zijn welkom om te participeren. Waarbij we gaan praten over de situatie in het land. Maar ook eigenlijk openbaarheid willen geven aan een ieder dat wij niet bezig zijn met duistere praktijken. Dat we niet sneak in achter kamertjes dingen aan het regelen zijn. Het is gewoon toegankelijk voor een ieder. We hebben niets te verbergen. We hebben geen verborgen agenda's. Wij doen dit omdat nogmaals het nodig is. Want wij, de burger van Suriname, wij hebben dit al te lang gepikt. Ja, om deze zaken weer te voorkomen, zegt meneer Chilipsin bijvoorbeeld in To The Point gisteren, dat we teruggaan naar de basis. Dat we zeggen bijvoorbeeld dat er vergunning aangevraagd moet worden. Want dat hadden we echt vroeger, hè? Dat de Mabé-actievergunning. Bij de laatste protesten hebben we dat niet meer gezien. Maar nu
zegt hij, we moeten terug naar de basis waarbij vergunningen aangevraagd moeten worden om zaken in goede banen te leiden. Begrijp je wel de adviseur van de president in deze? Nee, en ik vind het ook heel erg hypocriet, reden waarom ik dat zeg. Dat vergunningen ding is iets wat is gekomen onder de vorige regering. Deze mensen hebben dat toen ten strengste veroordeeld. Ze hebben aangegeven dat het een grondwettelijk, democratisch mensenrecht is om te kunnen protesteren, om te kunnen betogen. Dus nogmaals, ze zijn toen op straat gekomen. Ze hebben de acties eigenlijk toen gekoept en weggehaald van het doel wat eigenlijk de activisten toen nastreefden. Onder het mom van, ja, dit kan niet en noem maar op. Om nu vervolgens hetzelfde te gaan doen en zogenaamd terug te gaan naar een basis die je toen hebt veroordeeld. Ja, sorry, dat is hypocriet en daar ga ik niet in mee. En ik ben geen voorstander van een vergunning aanvragen. Want hoezo moet je een vergunning aanvragen om te protesteren tegen de mensen en dan moet je het bij hun aanvragen? That makes no sense to me. Als we inderdaad als collectief zeggen, we komen bijeen. Organic Movement, Curtis Hofwijk, Piqué, weet ik veel wie. Iedereen die een hart draagt voor Suriname en die zegt, tot hier en niet verder. Dat zijn mensen die denk ik niet voorstander zijn van een petitie. En we gaan gewoon dan met de politie in gesprek. En zoals ze het altijd hebben gedaan, zullen ze het in goede banen leiden, hopelijk. Maar nee, ik ga geen vergunning aanvragen. En het plein, hoe zie je het? Protesteren op het plein, want dan heb je ook nog de Nationale Assemblée daar. En het kabinet van de president is niet ver van daar. Hoe kijk je tegenaan, wanneer het gaat om de veiligheid? Kijk, het plein is onafhankelijkheidsplein bij het huis van het volk. Het plein van het volk. Dus officieel zou dat toegankelijk moeten zijn. Maar ook deze regering past weer maatregelen toe die onder de vorige regering ook zijn toegepast. Er waren toen ook dranghekken geplaatst. Ja. Deze regering heeft dat toen ten strengste veroordeeld. Het kon niet, het mocht niet. Hoge kosten, al dat soort zaken om vervolgens TDD hetzelfde te doen. Dan ben je toch gewoon ronduit belachelijk. Dus sorry, nee, ik neem ze niet serieus. En ik vind dat Suriname gewoon op moet komen. Ja, vele andere activisten zeggen free Paquito. Zeg je dat ook? Zeker. Ik ben niet van mening dat Paquito iets verkeerds heeft gedaan. Ik heb hem gevolgd op de truck. Hij was met zijn security. Hij heeft mensen opgeroepen om te bedaren. Hij heeft mensen aangegeven aan Ogide Sanja, Oekong. Ondanks dat ze al verhit waren, hij heeft zelf geprobeerd die truck toentertijd weg te begeleiden van het plein. Toen het eigenlijk begon te escaleren. In de hoop dat de mensen achter hem aan zouden komen. Dat is niet gebeurd, want de mensen waren verhit. En wanneer wolven een target hebben, gaan ze op het target. En dan maakt het niet meer uit. Weet je? Maar wij hebben ook gezien dat hij hand in hand met een paar heren probeerde te gaan tegen die dekking van de politie. Hoe zie je dat? Want we kunnen over alles praten, maar die dingen die gedaan zijn moeten ook aanhalen, toch? Dingen zijn toch ook gebeurd in 2017? We hebben daar toen ook hand in hand tegenover de politie gestaan. Ik kan me nog een filmpje herinneren van de, volgens mij was het Zwarte Hovenbrugstraat, van die oudere dame die dan op een gegeven moment tegen de politie tekeer gaat. Hele zware stem. Ze ging viral toen. Ik denk dat de meesten wel weten over welk filmpje ik heb. Dat was toen ook. We hebben ook vaker tijdens acties zijn we voor de politie gaan zitten. Omdat we niet weg wilden gaan en door wilden gaan, maar hun ons niet door wilden laten. Dus nogmaals, arm in arm lopen. Is dat de politie aanvallen? Ik denk het niet, sorry. Ik interpreteer dat niet zo. Ja. En als Paquito nu aangehouden wordt, hoe zeg maar dat? Ze hebben hem wat langer gehouden. De RC heeft gezegd van, weet je. Dat zeg je? Ze pesten hem en ze willen zijn spirit breken en ze willen Surinamers demotiveren om op de straat te komen. Want ze geven eigenlijk aan dat nu ieder die zijn kop boven het maaiveld steekt, eigenlijk opgeroepen zou worden of opgepakt zou worden. En eerlijk, ik ben van mening dat is niet iets waar wij bang voor moeten zijn, want nogmaals, hoeveel mensen gaan ze kunnen oppakken? Als Curtis het vandaag oproept en ze nemen hem. Als ik het de dag daarna oproep en ze nemen mij. Als iemand anders. Hoeveel mensen gaan ze kunnen nemen? We hebben niet zoveel gevangenissen in Suriname. Ja. We hebben niet zoveel agenten. Het is zoveel administratief werk voor niets. Om ze vervolgens. Vandaag heb ik ook gelezen dat er 35 plunderaars zijn vrijgelaten. Hoe lang ga je die mensen kunnen houden? Een paar dagen? Een week? Come on. Dus nee, dat is niet. Intimidatie werkt niet voor jou? Voor mij niet, nee. Ik weet dat veel Surinamers wel bang zijn, omdat hoe dan ook, je kan zeggen wat je wil. Wanneer je wordt opgepakt, je leven staat even stil. Als je een onderneming hebt of je werkt, je maakt dan op dat moment geen geld, noem maar op, weet je. Dus het is vervelend, maar
Het is niet iets waarvan ik zeg, dat moet de reden zijn dat we nu maar thuis gaan blijven. Nee. Ja. En nu hebben we MIA segment nog, M-I-A, M-I-I, hoeveel karasari, Birosavi, M-I-E, noem maar op, MIA. We hebben niet lang terug kennis gemaakt met deze instantie. Hoe kijk je tegen deze instantie aan? Want ik hoor in de media en ook op social media mensen praten over van, hey, wie zijn die mannen? Van waar komen ze? Gaan dingen niet meer vanuit KPS? Hoe gaan aanhoudingen en opsporingen? Hoe kijk je tegenaan? Ja, dus eigenlijk dezelfde vragen die jij hebt, die heb ik ook, inderdaad. Want we zijn gewend dat KPS opsporingen doet, oproepingen doet, al dat soort zaken. Dus ik kijk eigenlijk in deze naar het parlement, waarom ze geen vragen hierover stellen. Is deze instantie in het leven geroepen? Door wie is het goedgekeurd? Wat zijn de privacyvoorschriften? Welke wettelijke en juridische grondslag hebben ze? Ik heb begrepen, ze vallen rechtstreeks onder het kabinet. Maar wat betekent dat? Want het kabinet is nogmaals het kabinet van de president. Dit moet, neem ik aan, wel in het parlement behandeld worden. Zo plotseling gewoon zomaar mensen op Facebook plaatsen. Ja, ik heb mijn vraagtekens erbij. Ik ben eigenlijk van mening dat ze als Surinamers wijsheid betrachten dat ze massaal MIA gaan rapporteren op Facebook. En dat de parlementariërs de nodige kritische vragen stellen in het parlement over wie dit zijn, wie erachter zit enzovoort. Want je hebt natuurlijk ook een paar privacy van mensen in acht te nemen. En je kan misschien een oproep doen van een verdachte. Maar je weet niet zeker of degene zich schuldig heeft gemaakt aan zaken. Maar dan verpest je degene zijn reputatie. Maar valt het niet onder JIT bijvoorbeeld? Want JIT is bij het kabinet. Dappe im dinapres. Ik ben geen president. Ik weet niet onder wie ze vallen, schat. Het zou kunnen. Want het is van het kabinet van de president. Ja, het zou kunnen dat het onder JIT valt. Maar dat zal nu speculatie zijn van ons beiden. Ik ben niet de juiste autoriteit om daar antwoord op te geven. Ja, we gaan afsluiten, Maisha. Hoe kijk je naar de toekomst wanneer we praten over protesten en wanneer we praten over de opbouw van Suriname? Want uiteindelijk una Suriname en iedereen wil het beste voor Suriname. Hoe kijk je tegenaan? Hoe ik er tegenaan kijk, de eerste eis, het parlement moet per direct de kieswet gaan behandelen. Ze moeten al hun rommel nu staken, die poepbegroting waar ze het over hebben, die toch weer gewoon een tekort gaat zijn en waar 1 miljard begroot is voor kabinet-president en 70 miljoen voor brandstof, terwijl die man aan ons uit wil leggen dat we moeten bezuinigen. Dus middelvinger voor hem. Parlement moet doen wat ze moeten doen. Focussen op de kieswet, want dat zorgt voor heel veel onzekerheid en waardoor mensen ergens niet op straat willen gaan, want als het erger wordt, dan kan Chan alleenheerser worden. En dat is niet de bedoeling, maar wij zullen dat ook moeten tegengaan natuurlijk. De tweede eis is dat de regering per direct aftreedt, hun mandaat teruggeeft aan de samenleving en een interim bestuur benoemt voor 2 jaar, wat de verkiezingen zal plannen en ons hopelijk naar rustig vaarwater zal brengen. En de derde eis is inderdaad Free Paquito en herinstel Gentle en Hellings. Want ook dat was een rancuneuze maatregel vanuit de regering die wij niet kunnen accepteren. Deze mensen moeten gaan, als je het mij vraagt. Liever vandaag dan gisteren. Ik weet dat het geen makkelijke strijd zal worden. Maar ik denk wel bij mezelf dat als wij nationalisten zijn, als wij zeggen, Heri Libi Tina Dede, Wisa Feti Gisranang, dat we het niet zo gaan laten. We hebben de slavernij is afgeschaft. Mm-hmm. Wij gaan geen moderne slaven worden van deze regering. Dat is mijn visie. Dankjewel. Geen dank. Maisha Neus, activist Maisha Neus, met wie wij gesproken hebben over deze vraagstukken. We hopen u geïnformeerd te hebben. We zijn eruit. We gaan over enkele minuten praten met de woordvoerder van de NDP over morgen. Want morgen gaan ze dus dan hun riffelviering hebben. Dus 24 naar 25 februari. We gaan daarover praten, maar hij gaat ook in op de actuele zaken in Suriname. Dat is later, over enkele minuten, geloof me 10 tot 15 minuten. Dan praten wij met de heer Ricardo Panka van de NDP. Tot later. Thank you.
Yeah, respect. Lobby gala de boosty conjo man de moite. Sweet dilly beef fujo man na de make. Wakalon tute nego mi changa wango dolo man. Chai libi moyanga yo. Na teke you libi fupa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa. Na nyamo feke bigisiba. Inyo sutolio ya muteke fugyanga yu macho waganda. Na fito yu mati moisefi inoiti. Bala wakate nego mi changa wambusi konjo man. Ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Na meke sanyange. Malobi human. Noiti ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Na meke sanyange. Lobi human. Say de meke yushi milayan misi don so. Go tapuli be fandi de fute ino. Ten lobi wasa maija kusumi. They hang on a T9 boy CB. That they make them suku one for me. One je figi me. Me fito we moike me osudata.